Ik heb juist sneeuwklompjes. Oh, wat een tent van je. Dankjewel, dankjewel. Jongens, kom verder. Nou, er is nog steeds niks veranderd, Piet. Zie je dat? Nee, niet Sinterklaas. Heerlijk, moet je eens kijken. Nog steeds dezelfde geur op. Jongens, kom binnen. Doe de deur dicht, want het is koud buiten. Wat heerlijk om hier weer te zijn. Ik voel me gelijk alweer helemaal thuis. En wat was het? Een fantastische intocht vandaag in Paderborn. Hele lieve kinderen ook weer dit jaar. Maar eens even kijken. Zijn we allemaal compleet? Is iedereen er? Huispiet zou alle pieten gaan natellen. Maar volgens mij ging het niet helemaal goed. Maar dat zal wel. Ik ben al lang blij dat we hier weer in Nederland zijn. Ach, Hoofdpiet, dat is toch allemaal weer goed gekomen? Ja, en hoe? Pieter, ik heb goed nieuws. Ik heb contact gehad met Stoomfluit Piet. En die had geen oplossing. Maar dat is toch helemaal geen goed nieuws? Nou, ik ben weer doorverbonden met Motorpiet. En die wist het ook niet. Nee, die wist het ook niet inderdaad. Dus die verbonden weer door met Pakketpiet. En die wist het ook niet. En die wist het wel. Want waar wordt olie van gemaakt? Van noten. En wat hebben we hier veel aan boord? Walnoten. Hazelnoten. Cadeautjes. Pepernoten. Dus als we nu met z'n allen pepernoten gaan zoeken, gaan we onze eigen olie maken en komen we toch nog op tijd in Nederland aan. Dat is een goed idee, hoor, Piet. Kom op, Pieter. Kom op. Als het goed is, moet dit het doen. Oh, ja, formidabel. Hij werkt. Aanschouw mijn mini plaatsmachine. Maar waar moest ik ook alweer naartoe? Oh ja, Spanje. Even kijken. Oké. En nu draaien. Formidabel, het is gelukt en de cadeautjes staan er nog. En mijn moeder mag zeggen dat ik nooit iets zou bereiken. Nu alleen aan deze draaien en dan... En dan... Of was nou aan deze? Dat was een flinke schok. Maar, Pieter! Ah, Sinterklaas! Wat zijn jullie nou aan het doen? Wij zijn pepernoten aan het stampen. Pepernoten aan het stampen? Ja, de pepernotenolie is op, dus we dachten van we maken van de pepernoten zelf olie. Maar, Hoofdpiet, dan hebben we toch nooit genoeg pepernoten voor de kinderen in Nederland? Ah, Sinterklaas, dat zien we dan wel weer. We moeten eerst zorgen dat we in Nederland aankomen. Ach, Sinterklaas, dat zien we dan wel weer. Jongen. Kom op, Pieter, doorstappen. Proppie. Hey, hallo, Proppie. 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 Oké, nu moet het lukken. 1, 2. Formidabel, het werkt! Nee, hallo. Nee, u spreekt met Bogus. Nee, Proppie is er niet, nee. Nee, ik weet echt niet waar hij is. Ik ga ze uitpakken. Nee, niks ervan. Dit zijn de cadeautjes van alle kinderen van Paddenpoel. Die heb ik hoogstpersoonlijk uit Spanje gehaald. Met mijn mini plaatsmachine. Oh, wat zal Sinterklaas blij zijn. Wil jij deze nog even naar boven brengen, Piet? Jazeker.
En de PlayStation voor Romano, die heb ik net daar. Ah, hoofdpiet, goed dat ik je zie. En is alles op zijn plek gekomen? Ja, Sinterklaas. Het is allemaal weer goed gekomen. We hadden genoeg pepernotenolie. Ja. Professor Propkamp heeft gezorgd dat de pakjes weer van Pampol terug zijn gekomen. Echt Sinterklaas, dit jaar komen de kinderen echt niks tekort. Sorry. Tekort! Wat? Ja, sorry Sinterklaas, we hebben er alles even nageteld, maar... We hebben te veel pepernoten gestampt voor de pepernotenolie, dus we komen tekort. Maar Hoofdpiet, ik dacht dat alles goed zou... Hoofdpiet? Hoofdpiet ging volgens mij die kant op, Sinterklaas. Ja, die kant op, ja. Ja, ik dacht even dat hij achter me stond te wezen. Nee. Hallo, Sinterklaas. Ja, hallo Hoofdpiet. Nou goed, Hoofdpiet, moet je eens luisteren. Ik wil toch nog even langs Boris en Propkop om hem te bedanken. Ja, en misschien kunnen we gelijk vragen of hun een oplossing weten voor dit grote probleem. Zo, formidabel. Eindelijk rust. Eindelijk is alles opgelost. Binnen! Propkie. Ja? Even meelopen dan uit. Het is, begint bijna te sneeuwen. Ik heb nog meer buiten staan. Nog meer? Wat? Ja. Nou, kom maar even, help me. Mogens, wat is dit allemaal? Een verrassing. Binnen! Oh! Pepernoten! Zacht de Piet! Sinterklaas! Ah. Hallo Piet! Hallo professor! Goeie. Hé, hey, moet je kijken, wat een toeval. Dag Sinterklaas. Bogus is er ook, goeiedag. Propkop, ja. Bogus, Hoofdpiet en ik, wij zijn hier speciaal naartoe gekomen om jullie ook namens alle andere Pieten te bedanken voor alles wat jullie dit jaar weer voor ons hebben gedaan. Bedankt jongens. Dat is graag gedaan. Ja hoor, ja. Sinterklaas, graag gedaan. Ja, alleen, het is niet alleen dat, we hebben namelijk nog een probleem. Nee. Probleem? Ja. En wij komen namelijk pepernoten tekort. Oh, is dat alles? Is dat alles? Dat is juist een heel groot probleem. Dat is geen heel groot probleem, dat is een fiasco, Hoofdpiet. Ja. Nee, dat is geen probleem. Kijk maar eens. Hé, wat is dat? Allemaal pepernoten. Pepernoten? Ja, maar heb je nog meer? In die dozen zitten pepernoten. In mijn auto zitten pepernoten. Maar, ik heb een hele bus vol. Ik ga meteen Vrachtpiet bellen. Ja, die kan ze ophalen, Vrachtpiet. Doe dat, Hoofdpiet. Maar, Bogus? Ja, Sinterklaas. Hoe ben jij nou opeens aan al die pepernoten gekomen zo Sinterklaas, snel? Sinterklaas, ik ga het u vertellen. Ja? Op Paddepoel zei u inderdaad dat u geen pepernoten meer had. Dat klopt. Of eigenlijk te weinig. Te kort. Te kort. Ja. Toen heb ik al mijn circusvriendjes gebeld en die hebben allemaal pepernoten gebakken. Oh, wat goed! Ja, en ik heb nu een vrachtwagen, Chocky, vol. Fantastisch, dus dan hoeven we geen kinderen teleur te stellen. Geweldig, jongens. Ik zei het handje. Ik wil jullie wat vertellen. Jongens, jullie zijn echte helden. Nee, Sinterklaas. Jullie zijn helden. Oh, wij doen gewoon ons werk. Vanaf wie komt er weer aan, hoor? Wie had alle pepernoten weer op? Alles? Ja. Geen probleem. Dan kunnen we de kinderen weer blij maken. Nou, zo is dat, Piet. Zo is dat. Heerlijk. Maar Piet, het is nog een hele drukke avond. De tijd begint een beetje te dringen. Wij moeten weggaan, Sinterklaas. Ja. Wij moeten de daken op. Wij gaan de daken op. Inderdaad. Professor Propkop. Ja. Meneertje Bogus. Graag gedaan, Sinterklaas. Nogmaals, hartelijk dank. Geen probleem. Wij wensen jullie bij deze nog een heel fijn Sinterklaasseizoen. En... Piet? Vanavond mogen jullie je schoen zetten. Zo is dat! Echt? Nou, echt waar. Dag jongens! Dag Sinterklaas! Doei! Dag! Dag!